Maar eerst, in het Drentse Ruinerwold is een vader met 6 kinderen gevonden in een kelder. Ze zouden daar al jaren wachten op het einde der tijden. Ja, Bruinwolde, normaal een zo rustige gemeente, werd vandaag ineens opgeschrikt door wat eigenlijk, Nathalie? Nou, wij kregen een melding van iemand die zich zorgen maakt om de leefomstandigheden van mensen die hier zouden zitten in een afgesloten ruimte in de woning achter mij. Wij zijn daarheen. Ja, wachtend op het einde der tijden. Of niet? Daar gaan wij niks over zeggen, ook in verband met de privacy en met het onderzoek. Maar voor ons zijn er ook nog een hele hoop vragen waarop wij antwoorden moeten krijgen. Dus het onderzoek is in volle gang. Maar is het einde nabij? Moeten we ons zorgen maken? Ook daar gaan we niks over zeggen. Dat heeft allemaal te maken met ons onderzoek. Ja. Wij hebben nog zoveel vragen waarop wij geen antwoorden hebben. Nou, wij ook. Zoals, wat ga je doen als het waar is? Wat ga jij dan doen als politie? Ook daar kunnen we niks over zeggen. Wat ik al zei, wij hebben ook nog heel veel vragen. Wij zoeken ook nog alle antwoorden. Dat maakt deel uit van ons onderzoek. Meerdere scenario's staan nog open. Ja, zeg nou gewoon even of dit het einde is of niet. We moeten het hier even bij houden. Ja, zie je wel.